die schattige dauwdruppeltjes. Nou, zoals bekend was dus, is er een nieuwe map. Daar vlieg ik nu op. En nee, dat is een grapje. Dat is een sandbox en we zijn gewoon even wat kleine dingetjes aan het maken. En nou, zoals hier hebben wij dus een nieuwe spawn hebben wij gemaakt. Oh, heerlijk dat grasgeluidje er ook bij. Ik ga jullie gewoon stuk voor stuk eventjes laten zien wat wij gaan maken en wat er allemaal op de nieuwe map allemaal te vinden is. Nou, je zal denken, wat is dit voor een rare spawn? Maar dit is dus zeg maar een stuk groter dan je verwacht had. Nee, we lopen er even gewoon doorheen. Edgar en Exterminator en Gion, gelaarste gast, die zijn nu aan het bouwen. Wat dit wordt van gangetje weet ik nog niet helemaal, maar ja, wij denken van, weet je wat het is? We hebben zo ontzettend veel spelers en we gaan een servermap restart doen omdat het gewoon nodig is. De oude map is gewoon te groot en er zitten te veel bugs in. Dat wij zoiets hebben van, dan gaan we het ook gelijk in één keer goed doen. Dus dit is onze spawn. En nou, zoals je ziet, best groot. Ja, wil ik jullie even laten zien. En oh, wacht, daar staan de bazen hoor. Nou, moet je ze zien. Wie zijn dat? Het zijn Exterminator en Ravasha. Wat een bazen. Ja. Ik ga jullie gewoon stuk voor stuk, gebouw voor gebouw, ga ik jullie even in de nieuwe server tour 2.0 in feite. Want de oude map die is er binnenkort niet meer. Die kunnen jullie straks wel downloaden voor mochten jullie daar nog zin in hebben. Of jullie willen nog opnames maken bij dingen die wij daar ooit gebouwd hebben. Oeh, dit is wel een lekker geluid. Hou eens op. Wat dit is, weet ik nog niet helemaal. Maar ik weet wel dat ik in een van deze huisjes... Nou, dit vind ik een beetje klein. Ja, zoiets als dit of zo. Dit wordt dan gewoon mijn plek, zeg maar. Maar dat zien we dan nog allemaal wel. Ja, dus dit was eigenlijk de aflevering 1. Helemaal compleet random en door elkaar geluld en zo. Maar ik wou het jullie gewoon even laten zien. Wij zijn hard bezig met een nieuwe map. Die is ongeveer voor mij begin augustus dat we hem live kunnen gaan zetten. Dan verwachten wij dus ook dat alle 250 spelers die op de whitelist staan allemaal eventjes hier gaan kijken. Ja, en gewoon eventjes hard mee gaan doen met de nieuwe map. Als het goed is. En dat is wel een heel erg als het goed is, want dat weten we dus gewoon nog niet zeker. Als het goed is, hebben wij dan ook live functies op DDG. Net als Spooky1611. En wij hebben met Sander afgesproken dat we elkaar niet in de weg gaan zitten met livestreams. Dus dat betekent dus dat Sander waarschijnlijk een half uurtje of een uurtje eerder gaat. En wij daarna. Of misschien dat we dat af en toe eens een keer omwisselen. Maar wij zorgen in ieder geval dat als hij 2 uur gaat streamen en wij gaan 2 uur streamen, dat jullie zeg maar bij het eind van de eerste zo over kunnen schakelen naar de tweede. Ja, en op die manier heb je gewoon heel erg veel live plezier. Hey, dat was hem. Ik zie jullie de volgende keer weer als wij weer wat gebouwd hebben op deze server. De oude server ga ik ook nog wat laten zien binnenkort. Want er zijn nog steeds mensen heel druk bezig al hun resources op te maken om hele vette dingen te maken. Groen duimpje hiervoor. En nogmaals, ik heb het vaker gezegd, maar 20 invites gaan er op de allereerste dag dat deze server live is in één keer uit. 20 invites. 20 jongens, 20! Dat is best veel. Omdat we al iets van 250 of 300 mensen op de whitelist hebben. Ik hoop echt dat de server het houdt. Voor mij 100 slots. Ik zie jullie schattig dat het staat. Doeg.